Hey, hier maar mijn wandel in herstel. De reden om clean te worden. Nou ja, goed, ik had het laatste gesprek met iemand. En deze persoon die zei, en wellicht dat hij het anders heeft bedoeld, maar zo kwam het bij mij niet over. Deze persoon zei, deze persoon gaat voor herstel kiezen, maar die gaat het niet doen voor zichzelf. Hij doet het voor zijn kind of voor zijn vrouw, maar niet voor zichzelf. Het is gedoemd te mislukken, kan net zo goed gewoon doorgaan met gebruiken. Ik heb tegen hem gezegd, en dan meen ik uit de grond van mijn hart, wat de reden ook is van hem om te stoppen met gebruiken, dat is een goede reden. En wellicht op het moment dat hij het gaat doen voor die reden, verandert de reden waardoor hij ook ziet dat hij het voor zichzelf doet. Dat hij elke kans aangrijpt om te doen om in herstel te komen. Wat die reden dan ook is om voor herstel te kiezen. En dat bracht me er ook toe wat mijn reden was om clean te blijven. Want sommige mensen hebben de reden dat hun partner er helemaal klaar mee is. En dat ze zien dat het niet werkt. Dat het hun niet meer brengt wat het ooit gebracht heeft. Dat het hun carrière in de weg staat. Sommige ouders die zijn er klaar mee dat hun kinderen gebruiken. Stellen hun ook gewoon voor voor een keuze van als het nou doorgaat, dan moet je op je eigen gaan wonen. Of een partner zegt, als jij hiermee stopt, ga ik bij je weg. He, dat heeft voor mij uiteindelijk niet heel veel geholpen, want ik dacht bij mezelf, lekker belangrijk. Maar er was voor mij ook een reden om te stoppen met gebruiken. En wat die reden is, die kan voor iedereen anders zijn. Mijn reden om te stoppen met gebruiken was de kinderwens. Ik vond niet dat ik een vader kan zijn die gebruikt, omdat ik een voorbeeld wilde zijn voor mijn toekomstige kinderen. Alleen die beslissing nemen, en die beslissing was echt een serieuze beslissing. Maar om die beslissing uiteindelijk voor herstel te gaan, om clean te worden, eerst clean te worden en dan in herstel te gaan, maar ook om clean te worden, was nog niet zo makkelijk. Ik zag hoe moeilijk het was om clean te worden. 7 serieuze pogingen heb ik ondernomen om te stoppen met gebruiken. En die zijn alle 7 mislukt. Ik ging naar markten toe. En dacht, ga ik in een weekend weer naar antiekmarkten toe. En dan heb ik een hoop geld bij. En dan ga ik lekker vroeg. Dan hoef ik niet te gebruiken. Want als ik gebruik, kan ik er niet naartoe. En er werd weer een sport om daarin geld te verdienen. En dat deed ik al heel lang. En daar haalde ik heel veel plezier uit. Maar uiteindelijk, als ik dan een aantal markten niks had gekocht, had ik wel heel veel geld op zak. En uiteindelijk ging ik dan toch weer onderuit. Of ik had een hele tijd clean geweest en uiteindelijk ging ik dan na 4 weken weer gebruiken. Vond ik dat ik het verdiend had om even in te halen. Ik had al mijn nummers verwijderd. In het laadje, kastje, doosje nog een nummer voor het geval. Dat ik had altijd weer reden om die kast op te ruimen. Wat mij uiteindelijk weer na 2 weken clean had. Wat mij uiteindelijk weer tot een terugval heeft geleid. Ik ging 2 weken all-inclusive naar Turkije, onbeperkt alcohol drinken, niet beseffen dat alcohol een druk is. Uiteindelijk daar 10 dagen zijn besef, ik heb geen moment aan drugs gedacht. 14 dagen daar kom ik thuis, na een half uur blijkt dat ik weer gebruikt heb, omdat ik onbewust op Schiphol mijn dealer alweer heb gebeld. De essentie en mijn pogingen tot clean worden waren serieus, alleen hebben mij niks gebracht. En daarom ben ik blij dat ik uiteindelijk het 12-stap-programma gevonden wat mij uiteindelijk wel clean heeft gebracht. En de reden voor mij om vader te worden, dat was voor mij echt de reden om clean te worden en er alles aan te doen. En uiteindelijk heb ik er alles aan gedaan. Ik heb niet in de kliniek gezeten. Ik ben clean geworden door de 12 stappen. En dat was hard werken. En daarom heb ik me helemaal vastgeweten in het programma en er alles aan gedaan. Omdat ik had gezegd, als dit programma niet werkt, kan ik altijd naar de kliniek. En tot op de dag van vandaag ben ik daar niet meer geweest. Omdat het 12-stappenprogramma mijn leven heeft gered. En dat ik clean ben. Dat ik clean ben. En God was ook al die tijd in mijn leven, kom ik nu achter. Ook toen al voor ik in herstel kwam. Dus uiteindelijk is het ook zijn verdienste dat ik in herstel ben. Maar ik heb uiteindelijk door die 12 stappen wel uiteindelijk mijn herstel gevonden. En hoe geweldig dat is. En die kinderwens en mijn reden daarom om clean te worden, om vrij van drugs tot leven te gaan, om een voorbeeld te zijn voor mijn kinderen. Mijn vrouw zei tegen mij, zorg eerst maar dat je 1 jaar clean bent en dan gaan we verder met die kinderwens. En dat was haar boodschap en dat was een goede boodschap.
En zij was bezig met een jaar, jaar, jaar. En ik was gewoon bezig van een jaar clean, een jaar clean. En ik was niet bezig van dan gaan we weer verder met kinderen. En uiteindelijk zei ze, nu gaan we verder met kinderen. Maar ze werd niet zwanger. En ze zei, ik wil zien dat je een onderzoek laat doen wat drugs in jouw leven heeft gedaan met jou. En de dokter zei, ja, maar dat, ik zeg, ik wil ervoor betalen. Zij wil het onderzocht hebben, ik wil het onderzoeken. En toen we dit onderzocht gingen onderzoeken, toen kwam eruit dat ik onvruchtbaar ben. Vanaf mijn geboorte ben ik onvruchtbaar. En daar haalde hem hele bodem eronder uit. Want daarvoor werd ik clean. Maar door ik in herstel was met de reden om clean te worden voor de kinderwens, ben ik het uiteindelijk voor mezelf gaan doen. En de mensen hebben mij gevraagd, ben je nou niet teruggevallen omdat je een kinder kan krijgen? Hey, als ik ga gebruiken, word ik niet ineens wel vruchtbaar. Als ik ga gebruiken, dan wordt ze niet ineens wel zwanger. Als ik ga gebruiken, dan raak ik alles kwijt. Want drugs was geen oplossing, is geen oplossing en zal het nooit zijn. Maar de fellowship, de mensen in het programma, mijn sponsor, de vrouw van mijn sponsor, al die mensen die wij in onze fellowship, in de mensen in herstel waren, die hebben ons opgevangen, die waren daar om ons te steunen, die waren daar voor ons. Wauw. Weet je, ik vond het wel moeilijk, want mijn sponsor zei toen van, laat je sponsor iets die je nu sponsort los, omdat die waren nog maar kort in herstel en die deelden allemaal waar hun heen gingen. En ik kon het gewoon niet horen meer, omdat ik zoveel verdriet had. Het was zoveel pijn, ik moest het verwerken, maar ik wist niet hoe. En nu nog, en dat is ook de reden waarom ik het nu heb gedeeld van de week. Ik kom er gewoon achter dat dit een blokkade is in mijn herstelproces. Deze boodschap dat ik geen kinderen kan krijgen is al in juni, is dat 13 jaar geleden al. Maar ik heb er in het begin van mijn herstel heel veel over gepraat en daarna niet meer. En ik merk als ik er nu over wil praten, vraag ik altijd aan Suzanne of ze het goed vindt. En ze zegt altijd tegen mij, doe het Koen, doe het. Omdat ze ziet hoe belangrijk het voor mij is. Alleen ik vind het gewoon moeilijk. Ik praat er te weinig over omdat er nog heel veel pijn onder zit. En ik wil er liever niet over praten, maar ik weet hoe belangrijk het is. En ik heb de beslissing genomen afgelopen week om er gewoon vaker over te praten. Omdat het belangrijk voor me is. En ik kreeg een boodschap op mijn hart om te delen binnenkort. Op een conventie. En uiteindelijk heb ik daar deels uitgewerkt. Maar ik kreeg daarin op mijn hart om daar in een meeting waar ik ging spreken afgelopen vrijdag. Om daar een gedeelte van te delen in de meeting. En ik voelde heel de dag onrust in mijn lichaam. Heel de dag spanning en stress. En ik dacht, hoe kan dat nou? Maar ik kwam erachter dat er komt door een stuk van de kinderwens. Dat komt door een stuk van de kinderwens. En ik heb het gedeeld en hoe geweldig het is. En dat maakt me zo dankbaar. Dat daardoor mensen ineens zeggen, wauw, ik heb hier nog nooit over gedeeld. Maar 3 of 4 mensen deelden ook hun ervaring in dat stuk van de kinderwens of onvruchtbaarheid. Wat ze nooit eerder deelden, omdat er geen ruimte voor was. Maar doordat ik het durfde delen op die meeting en bloot durfde te leggen op die meeting, durfde hun er ook over te praten. En dat gaf mij zoveel kracht, joh. Ik had me zoveel kracht en ik heb afgelopen week gehuild in de meeting toen ik erover deelde. Omdat er nog zoveel emotie zit. Maar ik moet erover praten. Het belangrijke is dat ik het over blijf praten. Want dat voor mij is dat echt een grote blokkade in mijn herstel. En ik deelde het afgelopen week weer. En weer iemand deelde een stukje ervaring van zichzelf. Wat die zei, wat ik nog nooit had gedeeld met iemand. Hoe bijzonder is jou? En ik zelf. En dat vind ik soms moeilijk. Als mensen in mijn omgeving zwanger worden, dan benaderen ze eigenlijk over het algemeen altijd eerst ons. Om het ons te vertellen. En vaak dan sturen mensen op Facebook allerlei berichtjes omdat iemand zwanger is. Ik wil dat wel, maar ik kan het niet. En het is niet dat ik niet blij ben voor die andere persoon, maar er zit gewoon nog heel veel verdriet en pijn onder. En ik wil blij zijn voor diegene, maar soms voel ik gewoon dat ik niet blij kan zijn, omdat ik gewoon rot vind dat het ons niet gegund is. En luister, ik ben heel blij, hè. Niet dat het ons niet gegund is, het is niet het goede woord. We hebben zoveel kinderen om ons heen waar we zoveel liefde aan mogen geven. Weet je, een kind op de wereld zetten, wat je daarvoor nodig hebt, is dit. Dat heb je ervoor nodig. Maar dat is geen kind opwekken. Kind opwekken is een ander verhaal.
Weet je, en uiteindelijk, wij mogen wel heel veel liefde geven aan kinderen die misschien geen ouder in beeld hebben, of geen vader in beeld hebben, of die liefde missen die wij dan mogen geven, of wel kinderen die ouders hebben, maar wij mogen daarin heel veel liefde geven aan kinderen. Weet je, dus wij hebben, God heeft ons daar, gebruikt ons daarin, en wij hebben daar vrede mee, maar dat neemt niet weg dat er nog heel veel pijn en verdriet zit op het stukje dat wij geen eigen kinderen hebben. Dat wij geen eigen kinderen hebben. En dat ik daarin nog een stukje te verwerken heb. Dat ik daar nog een stukje te verwerken heb. En ik ben alleen maar wat dankbaar dat ik het ook hier kan delen. En misschien dat je jezelf er ook wel in herkent. Of dat er dingen zijn gebeurd. En ja, ik vind dat ook gewoon ook soms lastig. Kijk, stap 1 is... Hè, ben ik machteloos over mijn verslaving? Maar stap 1 is ook een stukje acceptatie. Dat is sowieso belangrijk. Een stukje acceptatie. Die kinderwens en die boodschap dat ik geen kinderen kan krijgen. Ik kom erachter dat ik misschien niet helemaal geaccepteerd heb dat het zo is. En ik zit er tegen te vechten. En hoe meer ik vecht, hoe erger het wordt. Dat is zo'n mooi inzicht ook. Oh ja, dat stuk. Oh, dat herken ik toch. Oh ja, dat heb ik vaker gehad. Ja, dat stuk. Ja. Het is geweldig dat ik deze video mag delen. Dus wat de reden ook is. Wat de reden ook is voor iemand. Dat hij in de gevangenis is beland. Of dat hij in een ziekenhuis is beland. Of weet ik wat. Wat de reden ook is. Laat ieder die de reden heeft om clean te worden. Hem die reden ook gebruiken. Om uiteindelijk daarin zijn clean te worden. Zijn herstel te vinden. En te kunnen bemoedigen diegene van, hey, misschien is het wel belangrijk dat je het ook voor jezelf gaat doen. En daarin diegene bemoedigen, maar vol met liefde. Dankjewel dat ik mezelf zo vrij voel, hè, om deze boodschap te delen hier. Dat er toch wel heel veel pijn zit. En ik dank jullie voor het kijken. En mocht je in contact willen komen met mij, hè, gebruik het e-mailadres. Staat onder in de beschrijving op het laatste plaatje. En als je een mail stuurt, zal ik altijd reageren. En wil je niks missen van mijn kanaal, abonneer dan op mijn kanaal, zodat je melding krijgt voor alle nieuwe video's. Mocht je iemand anders in mij willen zegenen, stuur het gerust door. Het is bedoeld om tot zegen te zijn. Hey, dankjewel voor het kijken. Ik wens je godsrijke zegen toe. Be and stay blessed.